Zo, daar zijn we weer. In onze prachtige villa op Ibiza. Je zou er bijna nooit meer weg willen. En dat geldt trouwens ook voor de publieke omroep. Toch heerlijk dit. De voorbereidingen voor de ontvangst van onze gasten zijn in volle gang. Want ieder moment arriveren D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham, Vlaamse seksgoeroe Goedele Liekens en boefjesvrijpleiter Jan-Henk Kuipers. Gezellig. Dag Goedele. Oh. Hallo. Drie, hè, in ja, België. Drie. Ah, dat weet je, ja. Ja, in Nederland ook, hoor. Ja? Ja, zeker. Hey Boris. Goed je te zien. Hartstikke goed, wederzijds. Ja. Leuk dat je er bent. Dag, goedemorgen Janijn. Deze morgen. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, heel fijn om hier te zijn. Dit is het huis, House Ibiza. En hier zijn jullie de komende dagen te gast. Zwembad erbij. Mooi uitzicht. En veel drank. Zie ik daar champagne staan? Nou ja, zo dachten wij te beginnen. Maar jij doet dit dus elke ochtend? Ik doe dit wel elke ochtend, ja. Niet dat je er dan veel van bijgeleerd hebt, maar... En elke middag en elke avond. Oh, doe dat niet! Kijk. Oké. Okay. Op de publieke omroep. Publieke omroep. Proost. We hebben hier een kok in het huis. En kijk eens, die heeft een... Kijk. Een kreeft. Leeft hij nog? Wat zeg je? Leeft hij nog, de kreeft? Ja, die leeft nog. Maar dat duurt niet lang meer, Boris. Is het water heel heet? Ja, het koopt. En binnen een paar seconden is het gebeurd, hoor. Ja, dat schijnt, ja. Zeg maar, adios. Adios. We hebben hem ook een naam gegeven. Boris. Ah, onze voorzitter zat al klaar. Een voorstelrondje, waarde gasten, onze voorzitter, de gasten. Aangenaam, eensgelijks welkom en fijn dat jullie er zijn. Wat een gezelligheid. Zo, en dan nu een lekker hapje. Mark is de beste kok van Ibiza. Zijn specialiteit is de kreeft. Dat treft, want die eten we hier graag. Ja, dat wordt smullen zeg. Kijk die Boris' watertanden. En dan mogen de gasten bijkomen van de reis. Even geen wensen vervullen. Nee, gewoon lekker chillen op het kekke strandje van Escabayet. Nou, dit is het bedje wat voor ons geregeld is. Nou, had ik het zo bedacht dat dit bed is dan van Goedele en mij. En dan kunnen jullie daarnaast gewoon daar liggen. Okay. Daar zo. Zo, Goedele heeft er zin in. Ze zal het wel warm hebben. Hoppa, broek uit en genieten. Doen we ook topless eigenlijk, Goedele? Nee, ja. Nee? Waarom niet? Normaal wel, als de camera's er niet bij zijn? Nee, eigenlijk niet. Echt niet? Nee, wit. Ik vind dat eigenlijk wel mooi, zo'n stukjes wit. Witte tietjes? Ja. Of tietjes? Ja. Ik vind dat wel mooi. Ja? Ja. Dit... Mooier zo dan alles helemaal bruin. Wat passeert hier voor schoon volk? Moet je kijken. Ja, vind je dat mooi? Zo, rustig aan, Goedele. Wat vond jij mooie jongens, Goedele? Ja, dat waren wel mooie jongens, ja. Dat is eigenlijk raar. Door zelf ouder te worden, let je meer op de mooie lijven van mannen dan vroeger. Echt waar, ja? Ja, dat ervaar ik bij mezelf. Ik vind dat heel raar. Maar toch is het zo. Het leek wel alsof je orgasme kreeg hier op de week. Nee, zeg. Maar nee, dan krijg je nog iets anders te zien. Nee. Van die donkere grote types, dus ja. Dat val je meer op? Een beetje bronzé, een beetje gebronzé. Maar ook echt negers? Nee. Daar weet ik niet, heb ik geen ervaring mee, eerlijk gezegd. Maar gewoon donkere types. Maar ik... Maar dat heb je ook nog nooit geprobeerd? Nee, ik heb nog nooit met een neger geprobeerd. Oh, dat zou je toch wel zeggen, dat jij alles wel een keer voor je werk alleen al geprobeerd moet hebben? Kan je zeggen dat dat behoorlijk tegenvalt, wat ik al allemaal geprobeerd heb. Ik moet wel zeggen dat er... Op mijn eentje durf ik wel eens dingen proberen als ik alleen thuis ben. Als ik zo aan het schrijven ben voor mijn boek of zo, dan denk ik, tja, dan moet ik eens testen. Echt waar, ja? Ja, dat durf ik wel eens en doen. En noem eens een voorbeeld. Ja, met bepaalde speeltjes bijvoorbeeld. Als er zo nieuwe speeltjes zijn, gaat nu zo onlangs bijvoorbeeld een ijsvibrator. Ja? En je zegt, dat moet ik nu eens proberen. Dus die moet je dan voor in de zomer zijn handig, hè. Ja? Dan steek je dan in de diepvries en dan heb je zo'n knalbevroren vibrator. Dat soort dingen. En die heb je even gehaald en geprobeerd? Die heb ik even geprobeerd, en? Ja. Ja, ik vond het behoorlijk koud. Ik zag er het voordeel niet van in, eerlijk gezegd, van dat koude gevoel. Boris. Ijsvibrator, ken jij dat? Nee, is dat bij de Ola-tent te krijgen? Jongens, kom lekker wat eten. Boris, je hebt honger, geloof ik. Ja. Vind je dit niet lekker? Wat is dit? Ja, dit is sashimi. Hou je er weer niet van. Moet je een broodje pindakaas.
Nou, als je het hebt. Ja, je houdt ook van een gewone hap eigenlijk. Ik vind super frikandel. Ja? Vind ik een van de allerbeste uitvindingen van de laatste 20 jaar. Super frikandel kleine. Nee? Frikandel, dus snijden ze door het midden, voor de helft. Ja? Ik laat er mayonaise, curry en uitjes in. Ja, top. Ja, en dan ben je gelukkig. Ja, ik kan me van wakker maken. Naast een paar mooie schalen sashimi laten we voor onze gasten ook een paar Magnums Albarino aanrukken door de beste strandclub van het eiland. En ach, doe er ook nog maar wat tapas bij. Uno más, por favor. Ja, alleen het allerbeste van het allerbeste voor onze gasten. De Magnums Albarino blijven maar komen. Er komt gewoon geen eind aan. Wat een hoop lekkers. Boris, ben jij hier op je gemak bij ons? Nou, als ik bij jou in de buurt ben, dan ben je natuurlijk altijd een beetje op je hoede. Ja, daar zit wel een argwaan ook in, hè? Nee, helemaal niet. Een klein beetje wel. Nieuwsgierigheid en altijd een beetje argwaan. Laten we even eerlijk zijn. Ja. Altijd een beetje, tuurlijk, ja. Ja. Vind je het raar dat ik het zeg? Nou, ik vind het vrij vroeg, want we zijn er nog maar net eigenlijk. Ja. Dan komen we nog los. Wellicht. Ja. Zullen we dan eerst over het strand zo lopen wij samen? Zo? Is dat niet een ander strand hier op Ibiza? Ja, dat is iets verder daar. Kom. Dat dacht ik. We gaan zwemmen, jongens. Jongens, we gaan zwemmen. Ik heb Boris eventjes opgepept en die heeft er helemaal zin in. Wat zijn jullie bruin, zeg. Moet je nou mijn benen zien naast zijn arm, weet je? Dat is echt duo Pernotti is dat. Moet je nou toch eens kijken. Boris is een beetje onzeker over zijn witte lichaam. Advocatenleven en politiek leven. Dat zie je in één oog opstaan. Ach, Boris, kan het schelen. Sinds wanneer maken wij ons druk over huidskleur? Zijn allemaal heel dicht bij Boris blijven. Hé, hey, maar Goedele, jij bent in een badpak, dat had ik ook niet verwacht. Badpak. Waarom niet? Nou ja, ik weet niet, ik had er wel bikini bij. Die heb ik zelfs niet bij. Ik was net aan het denken, ik zou misschien een kunnen gaan kopen. Nee, het hoeft niet. Ik vind het hartstikke mooi. Ik had alleen niet verwacht. Iedereen is bruin hier. Behalve? Boris. Ik voel me heel naakt. Lekker hoor, zo'n frisse duik. Dat konden we wel gebruiken, na al dat harde werken. Kijk eens wat een lenigheid. En hey, zie ik daar een David Hasselhoffje aankomen? Boris, en nou is jouw tekst. Is dit de Dutch Coast? Is dit de Dutch Coast? Wie vind je aantrekkelijker, Jan Heijn of Goedele? Goedele. Goedele? Nou, dat zeg wat over Jan Heijn dan. Ook iets over Goedele. Ja hoor, daar is die Baywatch. Toch net echt. En wat wel opvallend was bij dat shot, dat jij meer beweging van boven had. Dus dat is wel iets waar je misschien wat mee moet doen. Ja, we gaan het beter in de top. Meer dan 40 maanden. Wat een goed shot wordt dit. Altijd hetzelfde met die homo's. Iedereen wil met het meisje douchen. En wie krijgt het weer voor elkaar? Natuurlijk Boris. Eenmaal terug in de villa is het alweer etenstijd. Lekker hoor. Het was een heerlijk rustig dagje zoals de dagen op Ibiza horen te zijn. En die eindigen zoals altijd met een heerlijk diner en de beste Riojas. De avond valt, de zon gaat onder. Tijd voor een goed gesprek. Hey, de gasten. Ja. Jan Heijn, jij bent gefascineerd door de misdaad. Ben je wel eens in de verleiding gekomen? Hoezo, om zelf crimineel te worden? Nee. Nee. Ik heb wel altijd die wereld spannend gevonden. Ik las al die boeken die er op dat moment waren. Die tijd waren dat nog niet eens zo heel veel. Want strafrecht is pas een jaar of 8, 9 in de mode. In het begin wilde ik bij de politie. Ik deugde voor geen cent. Ik wilde niet studeren. Ik ben via de MAVO ben ik begonnen, want ik was veel te wild. Ik wilde niet naar school toe. En zo ben ik opgeklommen tot ik op een gegeven moment dacht van luister, ik kan beter advocaat worden. Ik hoef ten eerste niet heel de dag achter mijn bureau te zitten. En ik zit in die wereld en ik kan zeggen wat ik wil. Want je klinkt, als je ook praat zoals we jou hier ook mee maken. We hebben hier ook meester Hiddema gehad. Ja. Dat is toch een ander kaliber. Jij klinkt niet echt als een advocaat. Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijk, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is.
Als je een verhaal vertelt, hoef je het niet, helemaal niet in moeilijke taal te vertellen of zo. Want wat je vertelt zit verpakt in die juridische argumenten die er zijn. Hillema bijvoorbeeld, die kan prachtig praten. Hele archaïsche woorden en dat rolt eruit. Dat is een heer, die praat als een heer. Ik ben meer, zo word ik wel eens vergeleken met de Hans Theo van de strafrechtadvocatuur, Straatschoff. Ja. Maar ik weet wel dat die rechters graag naar me luisteren. Ja. Hillema ook, maar op een heel andere manier. Maar toch een beetje het schoffie dan, toch? Ja, ik was nog redelijk jong. Ja. Toen ik Holleder ging verdedigen, toen was ik 39. En dat was redelijk jong voor zo'n zaak natuurlijk. Hoewel het een gewone afpersingszaak was. Hè? Zonder bewijs overigens, maar toch. Nog even. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ja. Maar dat is natuurlijk heel jong om zo'n zaak te draaien. Toen ik die zaak in mijn schoot kreeg, toen dacht ik wel eventjes van ja, ben ik niet te jong. En hoe groot is het afbraakrisico als ik hem zwaar ga verliezen? Heb je nog veel zo'n zaak is natuurlijk niet te winnen, in principe. Nee, want je hebt hem verloren. En heeft dat dan pijn gedaan? Ja, omdat pijn. Ik was uitermate teleurgesteld in de argumentatie van de rechtbank en later ook van het Hof, toen ik dat las, en ook van de Hoge Raad. Heb jij nog contact met Willem Holleder? Af en toe wel, ja. Waar gaat het dan over? Dat ga ik je natuurlijk niet vertellen. Maar gaat het dan over de zaak of gaat het ook over... Nee, er is geen zaak meer. De zaak is klaar, de Hoge Raad heeft gesproken. De zaak ligt nu bij het Europese Hof. Dan gaat hij verder. Ja. Maar over de zaak, ja, het is klaar. Maar ja, het is de zaak is klaar, dus je belt hem eens op en je zegt, joh, Willem, heb je nog een mop? Ja, of hij belt ja, want hij heeft humor, toch? Ja, ja. Nogal. Ja. Je kan ontzettend met hem lachen. Het is gewoon een gezellige vent, die zit vast. En die, Nou komt Willem Holleder in januari vrij. Ja. Ga je een biertje met hem drinken? Natuurlijk. Dus ik sta er wel van te kijken. Met een biertje drinken met een cliënt? Ja. Je gaat er niet mee dansen dan? Niet zomaar een cliënt, dat is Willem Holleder. Kijk, je maakt elkaar 3 jaar mee, hè? Je zit in zo'n zaak, heel Nederland hangt over zijn nek heen. Het wordt een politieke zaak. Het is al eigenlijk een politieke zaak vanaf dag 1, terwijl dat gewoon een strafzaak is. En ja, je hebt samen natuurlijk een hoop meegemaakt. Het is niet zo dat je vrienden bent en ik naar zijn verjaardag ga en hij naar de mijne en we samen op vakantie gaan. En dat ik vraag van jullie, mag Willem ook mee naar Ibiza in het huisje? In nou, voor volgend jaar is hij best welkom trouwens, hoor. Ja, dat zal wel. Dat kan regelen, ja, ik zal het aan hem vragen. Ibiza. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes, die Bassie en Adriaan. Schiedel, jongen. Schiedel, Bassie, we gaan lekker aan het zand liggen. Ja, bienvenido. Dat betekent welkom, Bassie. Dat meen je niet. Welkom. Hey, Adriaan, kijk nou eens. Daar liggen allemaal acrobaten. Nee, Bassie. Wat? Dat zijn geen acrobaten. Wat dan? Dat zijn nichten. Nichten? Geen neven? Nee, dat zijn nichten. Oh, sappen hem allemaal op, zeg ik. Het kenmerk daarvan is dat ze vrijen met de rug tegen de buik. Nou, dat begrijp ik niet. Wat wil ik nu zeggen? Jongen. Kom op, Bassie. Ja, ja. Jij kan makkelijk praten, maar jouw benen zijn 2 keer zo lang als de mijne, hè? Allemaal magisch. Arjan. Wat is er aan de hand? Wat is dat voor een man daar? Wat is er aan de hand, Bassie? Ja, hij. Wat is dat voor een man? Dat is een gewone man. Ja, hij. Een gewone man. Ja. Waarom is hij zo bruin? Nou, waarom is hij zo bruin? Dat is helemaal niet eng, Bassie. Nee. Die man heeft gewoon zijn hele leven al vakantie. Oh. Dus die ligt de hele leven ligt hij al in de zon. Ligt lekker in de zon. Dus het is gewoon een hele leuke man. Oh. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Zit je 20 jaar lang je eigen te verstoppen op dit nichteiland? En wie loop je daar opeens tegen het lijf? Die oervervelende acrobaat met die nog vervelendere clown. Allemaal nog eens, Adriaan, kijk nou eens! Wat is dat, Bassie? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Oeh, dat lijkt wel. Dat lijkt wel een stuk verbrand papier. Dat is geen stuk verbrand papier, Bassie. Wat dan? Dit is. Wacht even, nee. Schatkaart! Ja, met een touwtje erom, zeg. Wat staat erop? Oh, wacht even, ik ken het wel lezen. Kruis de vleu, heu de dreudel. Dratse vlat, sla doe de bla. Rus, slop, vloed, schat. Dat staat er toch helemaal niet, Bas? Ja, het staat er wel, maar ik weet niet wat het betekent. Ibiza, dit is de kaart. Ibiza. Dit is de kaart van Ibiza. Ja, en dan staat hier schat. Dus dat wil zeggen. Op Ibiza moet ergens een schat zijn. Dat hou je toch niet voor mogelijk wat daar gebeurt. Die twee vrienden liggen
schopkaart. De geschiedenis gaat zich nog niet herhalen. Dat ken niet. Jabbie, de achteroom. Dit lijkt wel een schatkaart voor boeven. En dat betekent dat wij de schat eerder moeten vinden dan de boeven. Dan de boeven. Hey. Houd die handje, we gaan weer op avontuur. Hey. We moeten eerst nog even een liedje zingen. Eerst nog een liedje zingen? Ja, want dat stond in het script. Ja, dat stond in het script. 1, 2, 3 is Oendostress. Een bottil, ja, dat is een fles. Een kelner is een camarero. En een hoed, die noem ik een sombrero. En de Middellandse Zee heet de Mediterranee. Viva España! Olé! Olé! Ibiza. Straks gaan Basje en Adriaan op zoek naar de schat van Ibiza. Als vlugge Jaapie ze maar niet te pakken krijgt. Ibiza. Ah, daar is ons paradepaardje Daan en Jojanneke weer. Kijk, die eentens knalroze zijn. Waar zouden ze nu toch weer heen gaan? Heel veel hippies op Ibiza, die zijn hier eind jaren 60, begin jaren 70 gekomen. En als je die wil zien, dan ga je naar de hippiemarkt. You're traveling around in this bus? Say, from 24 years. Where do you shower? Where do I shower? Look at the camera. It's a bit messy now, but we sleep up there. And here it's our living room and kitchen. And how many people are living here? Two and a dog. It's real? Of course it's real, man. And if I pull it, it just stays on? You pull, I punch you. And what do you think of the hippie vibe on Ibiza? Well, it's nearly gone. So do you like Ibiza? No, from the last 7 years, no. Why not? Because it's changed a lot. Hippies are definitely seen as the outcasts more. People don't like us. People look us in a bad way. There's no space for a hippie vibe. Money. Money is the problem. Ja. Maar is dat echt zo? Want ja, zeg nou zelf. Volgens mij hebben ze geld zat. So the smart hippies, they accept the change and they get some cash out of it by selling stuff. Also, yes. How much do you make a day in this day, shop? I depends sometimes. On a good day? Now maybe I can make up to 700 euro, yes. Your bags are around 300, 400 euros apiece? 150 to 400, yeah. It's such a commercialized market, but it still says hippie market. Yeah, but there are many people who sell their own stuff and their own design. And their own soul to the devil, the capitalistic devil. Well, we have to survive, no? Money in my pocket, but I just can't get no love. Om nog even wat dieper in de hippie-materie te duiken, gaan we even langs bij de opperhippie van dit eiland, John. Hallo John, how are you? A lot of hippies came to Ibiza in the late 60s, yeah, early 70s. Yeah. Why did they go to Ibiza, not another island? Because of a feeling that's here. I mean, I... What is the feeling? Can the you explain that? The feeling is something that emanates from the earth itself. For me, when I came here on the island, and this whole rhythm, and take your stuff, and feel free, and go to the disco, and meet a new girl, and take a pill, and feel love, you know, and from there, it should be just like a just pure enjoyment. Everybody wants to change the world. Ibiza. Straks gaan Daan en Jojanneke naar het hippie walhalla van Ibiza en doen de gasten toet toet toeter op hun waterscooter. Boris, Rutger die loopt regelmatig rond in Den Haag, daar kom je me ook wel eens tegen. Hij omschrijft jou wel eens als de wethouder Hekking van Den Haag. Nou, dat valt er wel mee. Ik ben vaak bij Rutger in zijn uitzending, vooral omdat hij ook heel vaak naar mij toe komt. Dat is eigenlijk gewoon zoals het ook is. Ja, En dat heeft misschien te maken omdat ik niet bang voor hem ben. En omdat ik ook, het ook wel de humor van Pound soms te ver vind gaan, maar ook wel een deel mijn humor is. Ik hou wel van een beetje
nou ja, bij het randje. Dus ik ben daar niet bang. Dus ik denk dat dat oplevert dat ik vaak in jullie montage toch blijf staan, denk ik. Ja. Wellicht is het dat. Nee, dus je doet het ook hartstikke goed. We zijn ook erg blij met je op dat soort momenten. Maar toch, wat Dominique zegt, dat is iets anders. Dat is toch dat je... en ik denk dat je dat zelf ook wel weet. Dat je zo wel ook wel een beetje bekend staat in het Haagse. Je hebt mensen... Ja, je hebt mensen die sneller, wat sneller wegrennen bij een camera. En je hebt mensen die 5-6 rondjes doen langs... Dat doe ik volgens mij niet. Maar dat doe ja, precies. Maar je bent er niet vies van, de aandacht. Ja, maar moest luisteren, je bent volksvertegenwoordiger. Dus op het moment dat je bezig bent in de Kamer je idealen te verwezenlijken... dan doe je dat namens mensen. En ik vind het wel belangrijk dat je dan ook vertelt waar je mee bezig bent. Als je de mensen op straat zou vragen, waar kennen jullie Boris van der Ham van? Ja, dan komt daar niet van, ja, die heeft dat voor elkaar gekregen. Die kennen wij daarvan. Een voorstel voor nou, de Europese, dat wetsvoorstel misschien niet. Maar ik denk dat, dat merk je ook wel, ik ben ook met voorkeurstemmen gekozen bij de laatste twee verkiezingen. En als je dan vraagt aan mensen waarom hebben ze op je gestemd, dan gaat het vaak over vrijheden. Dus over de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs. Dat soort zaken, dat geven ze als reden op waarom ze op me stemmen. Dus ja, dan is het voor die kiezers wel duidelijk. Je bent een homoseksuele man, je hebt geen kinderen. Mis jij de levensloop van de heteroseksuele man? Nee, ik heb. Ik ga niet te veel over mijn privéleven en ook over dat soort zaken zeggen. Wil je kinderen? Ja, zeker. Ja, ja. Oh ja? Ja. En hoe dan? Op wat voor nou, manier? Dat de toekomst zal het uitleggen. Daar ga ik niet zoveel over zeggen. Dat is heel privé. Dus daar ga ik niet zoveel over zeggen. Waar heb jij voor jezelf is zoiets van, oké, van tot dat moet dan wel snel gebeuren. Heb je als homo zeg maar ook een biologische? Ja. Ja, ja, die heb ik. En ik ga niks zeggen over hoe dat wellicht wordt ingelost. Nee, maar op een gegeven moment wil je dat... Absoluut. Ik geef daar het antwoord. Ja, dat wil ik graag. Nee, dat wil je graag. Maar er is ook een moment waarop jij weet van ja, dan moet ik het maar niet meer doen. Dus daar zit wel een beetje haast dan achter. Hij is nog jong. Ja. Hij is 37. Ja. Noem je dat jong? Ja, vind ik wel. Het klinkt trouwens alsof hij al een duidelijk plan heeft. Misschien is hij wellicht, er al mee bezig. Wellicht, ja. Ja. Is dat zo? Ik zeg er niks over. Waarom niet? Dat gaat jullie niks aan. Ja. Ibiza. Wat kost deze boot? 975. Ja, zeg maar 1 miljoen euro. Miljoen euro. Zou je het kopen? Nou, als ik een miljard had, misschien wel, ja. Ja? Ja, tuurlijk. Nog een kleine verrassing voor jullie jongens, want we gaan jetskiën. Kan allemaal niet op, hè? Blijf maar gekker worden. Inderdaad, het kan maar niet op. Het blijft maar gekker worden. We moeten koppeltjes maken. Ja. Ik ga met jou, Jan Heijn. Ik heb een beetje schrik van jouw enthousiasme. Ja, dat betekent dus eigenlijk solo dat ik dus volstrekt aan de lusten en de lasten van... Duivel bij doof geleverd. Nou. Gunnen. Dus Boris, ga jij voorop? Dan ga ik bij je achterop. Hé? Goed, daar gaan we dan. Achterop bij Boris. Wie had dat ooit kunnen denken? Het is niet wat het lijkt hoor, maar ik hou me toch maar stevig aan hem vast. Security? You don't need it, he's gay. Maar uitbundiger en de drank vloeit rijkelijk. Zie die boten golven en sklieven. En dan ineens wil iedereen de zee in. Oh ja, echt joh, we gaan zo nichter gaan we eraf, Jan Heijn. Dan zou ik mijn sigaretje niet roken. Dadelijk maak ik een bommetje, hè? Dadelijk maak ik een bommetje. Oké.
Maar wij gaan springen, hè, Boris. Natuurlijk gaan we springen. Nou. 3. Hey, waar is de afbak? Je gaat spelen in een film. Ja, de Bende van Os. Wat voor rol speel je? Ik ben bendelid. De harde kern van de Osse Bende. De jaren 20, jaren 30 speelt het. Het is eigenlijk de eerste historische misdaadfilm ooit in Nederland gemaakt. Hoe kom je erbij om te gaan acteren? Ik ken Frank Lammers goed, een acteur die speelt in die film. Toen ik zag dat hij speelde in de film De Bende van Os, dacht ik, moet ik bij zijn. Ik heb er gewoond, ik heb gestudeerd, heb ik een scriptie geschreven over De Bende van Os. Ja? Ik dacht, moet ik tussen, dus ik bel hem op, ik zeg, luister. Je hebt jezelf aangemeld? Ja, natuurlijk. Je hebt gebeld met Frank Lammers? Ja, Frank Lammers zegt, Frank, kun je het regelen? Hij zegt, nou, dan ga ik even bij, ik denk het wel. Dus ik werd teruggebeld, 5 minuten later was geregeld. Er was geen advocatenrol, dus ik kon kiezen uit lid van de Marseillaise of lid van De Bende. Nou, lid van De Bende natuurlijk. Ja, in het echt mag het niet, hè? In het echt moet je je aan de wet houden. Dus ik dacht van, nou, dat is mooi meegenomen. Kan ik op die manier wel een boef spelen. Dus dit is chance met de misdaad in de hoogste vorm. Ja, hè? Ja. Kijk, als het niet over Os was gegaan of zo, dan had ik het ook niet gedaan, weet je. Ik kan niet eigenlijk veel in Bende van luisteren dat ik wil meedoen. Nee, het is niet zo dat je al 17 keer ben afgewezen ergens. Oh god, hebben Jan Heijn weer. Dan bel je weer. Nou, Jan Heijn, je gaat niet acteren. Doei, doei. Ibiza. Goedelen. Ah, mijn beurt. Als ik ejaculeer, dan denk ik altijd aan paprika chips. Is dat normaal? Oh mijn god. Hangt er vanaf wie er bij jou zit natuurlijk. Al krijgen we dat soort vragen. Ik heb jaren zo'n column gehad in de Playboy en daar kreeg ik dat soort vragen. Ja. Dus please, daarom ben ik ermee gestopt. Vind je dat vervelend? Ik vond toen destijds die Playboy-vraag, ik noemde dat altijd de sperma-vraag. Dat ging altijd over dat soort zaken. En dan denk ik daaraan en hoe hard en hoe ver en hoeveel in een kopje. En echt, na 5 jaar heb je het dan wel zoiets. Maar dat is wel je werk. Je hebt daar wel je verdiend. Ja, dat is mijn werk. Natuurlijk. En ik deed dan in die tijd ook therapieën. Maar niemand belt er om te zeggen, ik moet dringend op therapie. Want ik denk aan paprika chips als ik ejaculeer. Dus je krijgt dan echt wel mensen die in mijn probleem zitten. En waarvan je zegt, ik wil die helpen. En je kan ook heel veel dingen doen. Dus allee, om het nu een beetje gepast te zeggen, het waren wel een beetje lullige vragen soms. Ja. Letterlijk. Ja, dus. Jij weet alles over seks. Dus ja, als ik dan iets moet weten, dan moet ik goedelen schrijven. Ja, dat gebeurt natuurlijk nog steeds en ik krijg daar mails en zo over. Maar wat je in seks krijgt qua vragen, is vaak zo raar. Niemand belt naar Jo Braakhek om te zeggen, kijk, als ik een pintje drink, een biertje noemen jullie dat, dan krijg ik zo'n raar smaakje in mijn mond, ik vind dat niet lekker. Maar over seks moet iedereen zo, is dat dan wel normaal? En bij seks moet alles precies normaal zijn. En dat is heel moeilijk, omdat je daar, eigenlijk is daar geen antwoord op veel van dat soort vragen. En je hebt 2 kinderen. Moet jij ze nou nog iets vertellen wat betreft seksuele voorlichting, of halen ze alles van het internet af? Goh, God bespaar me dat ze alles van het internet halen, want dat zou ik vreselijk vinden. Ik probeer daar heel open in te zijn. Ik weet ook wel, ik vind niet dat de grootste informatie over seksualiteit van jouw moeder moet komen, of van je ouders. Dat praat heel moeilijk. Dat is bij iedereen zo. Er is daar een soort natuurlijke incestbarrière, om het zo te zeggen, om over seks te praten met je ouders. Dat is in 2 richtingen trouwens moeilijk. Maar ik hou echt mijn hart vast, want het internet qua seksualiteit, dat is toch echt wel de krochten waar alle neurosen van de westerse samenleving in samenkomen qua seksualiteit. En dan klink ik snel een beetje preuts, maar dan maak ik mij echt zorgen als een mijn dochter van 14, als die zit te googlen en die ziet als eerste seksueel idee van ja, dan zit je daar als meisje op je knieën en dan zijn er 4 mannen die je... Ja, ik denk dat ik 35 was, Erik, zoiets zag. Dat moet nu niet overdrijven, maar toch. En dat is ook een van mijn argumenten om te pleiten voor toch steeds meer nog dan vroeger, heel veel goede seksuele voorlichting. En je moet een tegenwicht bieden tegen die ja, een tegenwicht tegen internet, zeg maar. Ja, tegen wat ze dan zeggen, de pornificatie, hè, van de samenleving, tegen die internetseks. Het is ook echt een overtuiging en die... Allee, dat zien wij ook gebeuren in de praktijk, dat jonge mensen die vanaf heel jeugdige leeftijd met dat soort seksualiteit constant geconfronteerd worden, dat die ook
allerlei experimenten gaan doen waar ze niet klaar voor zijn, waar ze niet rijp voor zijn. En dan heb je echt cliënten die op hun 18e of op hun 20e langskomen, pakken nu nog op hun 15e en zeggen, ik heb het gehad. Die hele seks is me niks. En dat is omdat je daar nooit... Dat is alsof je begint te fietsen en je gaat onmiddellijk de bergen op en je zegt boven... Ik doe dat nooit meer. Ik heb hier de Mont Ventoux opgereden en ik ben kapot. En dus als je op een verkeerde manier dat opbouwt... En dat is mijn grote bezwaar. Dus ik ben ook geen voorstander van we moeten dat gaan reguleren. Ik zou ook niet weten hoe je dat kan. Maar internet. Het is toch een beetje... Ik bedoel, vroeger, toen ik klein was, dan liep je ook met seksboekjes rond. Nou, dat was ook de Mont Ventoux, hoor. Ja. Echt? Maar leg die... Nee, dat is niet waar. Leg die seksboekjes eens naast... Ik kom uit de tijd waar mensen op de ik weet niet hoe dat... Die weekendboekjes zo, de meisjes ja, in ondergoed bij wijze van spreken. Nee, maar echt waar. Die seksboekjes van vroeger zijn niet te vergelijken met wat je nu op het internet vindt. En waar je... Hè, want dan had je één boekje en dat was helemaal verkreukeld. Nou, waarschijnlijk. Dat lag dan zo ergens onder je matras en dan ging je ruilen. Maar dat is echt niet te vergelijken, echt niet. En als ik een mail krijg van een meisje van 16 die zegt van... Goh, ik heb een vriendje en we gaan er eens aan beginnen. Leg mij eens uit, anale seks, hoe en waar. Dan denk ik, kind, dat vraag jij niet voor jezelf. Ga eerst nog eens 10 jaar met jezelf leuk aan de slag. En daar mag gerust een vriendje bij zijn. Maar ga eerst die voorkant eens goed ontdekken. En binnen 10 jaar lukt je dat misschien om daar al echt van te genieten. Want anders storm je recht af op een muur van een soort seksfatigue, zeg maar. Ja, dat het niks niet meer is. Kan het in de zee eigenlijk goedelen? Dat moet je een beetje uitkijken voor het zand, hè. Maar voor de rest... Klopt het nou ook dat mannen... Maar gaan ze echt weer over seks? Ja, nee, ik wil nog één ding weten. Dat ben ik wel heel benieuwd. Klopt het dat mannen hun geslachtsdeel een naam geven? Of dat vrouwen het geslachtsdeel van mannen een naam geven? En zo ja, hoe heet die van jou, Jan Heijn? Ja. ik sta te kijken over die vragen van je. Van mij die heet Boris. Kreeft heet al Boris. En nou ook, ja. Nou, ik voel mij zeer welkom. Ibiza. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie weer terug zijn. Weten jullie nog wat er gebeurd is? Op onze vakantie op Ibiza vonden we een schatkaart. En nu zijn we vlakbij de schat. Arjan, ik geloof toch nog echt dat we in de buurt van de schat zijn. Maar als de schat hier in dit kerkje ligt, duurt de aflevering wel heel kort. Hey, kijk eens naar ze. Oh, oh. Die kloon heeft die kaart op zijn kop. Nou vinden ze hem nooit. Ik zie het al, ik heb de kaart op zijn kop. Passie. Ja, dom van mij. Sorry hoor. Oliebol. Appelflap. Oh, hey, ze zien me. Hey, Jaapie, wegwezen. Arjan, wegwezen. Wat is er aan de hand, Bassie? Oh, daar loopt Vlugge Jaapie. Vlugge Jaapie? Ja, je moet Vlugge Jaapie. Je weet nog niet helemaal waar. Hij verheugt bij jou. Maar daar hoef je toch niet bang voor te zijn, Bassie? Ja, nee, nou, die is helemaal naar de vent. Maar Bassie, die krijgt ons niet te pakken. Ja, maar gelijk ook, ja. Ik maak me ook al de zorg om niks. Nee, want ik mail jou toch gisteren dat script, heb je toch gelezen, ja, Bassie? Nou, dat staat toch niet. Dat had het Vlugge Jaapie. Ja, dat stond niet. Die maakt ons dan wel bang. Ja, die maakt jou bang. Maar... Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Hoi. Daar heb ik je. Ga goed hoor. Kijk, dat is lekker uit. Dat zijn allemaal leuke pepermintjes. Maar Bassie, wat doe je nu? Niet in je mond stoppen. Dat is... Ibiza. Niet alleen de party.
maakt die pieps houden van om uit hun pand te gaan. Ook de hippies kunnen er wat van. En elke zondag komen ze samen om dat te doen op het strand Benidas. En ze nemen hun trommeltjes mee. A hippie? Yeah. Yeah. And what do you do for a living? Traveling and taking little pieces of marijuana to everyone. Probably 90% of the people here are not on any kind of drugs. I'm selling marijuana cookies. Ah, nice. Nice, yeah, they're very nice. They're homemade. So how many do you sell right here? As many as I bring. And I live in Spain since 22 years. Okay, but I can still hear that you are from Holland, so we can speak in Dutch, maybe. Yeah, that is ook mogelijk. Okay. How many joints you do? I didn't have any joints. U bent een hippie, mag ik u zo noemen? Ja hoor. Een hippie met een heel gedistingeerd uiterlijk. Nou, dat zal wel. Het zal mijn leeftijd zijn. Ik ben 74. Dit een beetje de laatste echte hippie plek van Ibiza. Ja, ik denk het wel. En als iemand een joint opsteekt, word je niet bekeurd. Je kan doen laten wat je wil. Het is het gevoel van vrijheid. Dat je muziek kan maken zoals dit. Ibiza. Straks is alles voor Bassie in het wilde nachtleven van Ibiza. Ja, alles. Geloof jij in monogamie? Weet je wat? Soms is geloven in iets, of blijven geloven in iets, belangrijker dan je kritisch vermogen. Dan moet je dat maar even opzij zetten. Dus ik wil daar wel in geloven, ja. Ik zet mijn kritisch vermogen even opzij, omdat je anders... Ik geloof niet dat je een hele goede relatie kan opbouwen als je niet monogaam bent. Want je kan wel voort in een relatie na ontrouw, maar dat is toch een amputatie. En je kan gerust leven met een amputatie, maar het blijft wel een amputatie. Boris, ben jij monogaam? Ik ben weer met iemand aan het daten en daar ben ik monogaam mee, ja. Ik vraag nou niet of je aan het daten bent met iemand. Ja, niet zo privé, dat... niet elke keer zo over de privé. Dat je loopt er zo mee te koop, man. Ja, hou dat nou eens voor jezelf. Ja, ja, ja. Jan Heijn denkt bij zichzelf, vraag mij. Nee, niet die vraag. Je zit een beetje ik rond te kijken. Als de drugsvraag had heel goed gepareerd. Maar, Jan Heijn? Tuurlijk. Ik heb een huwelijk achter de rug gehad. Ik kende Angelique, mijn ex, 20 jaar. En toen is dat op een gegeven moment afgelopen, dat het op was. Daar waren we alle twee wel over uit. En toen, redelijk snel daarna, kwam ik Renate tegen. En nou, Ruben erbij en dan zijn we compleet. Dat hebben we hier gezien, ja. Ja. Het ziet er heel gelukkig uit. Ja, mooi toch. Jan Heijn, winnen of waarheidsvinding? Winnen. Waarheidsvinding is niet de taak van een advocaat. Ja, je kijkt heel verschrikt, maar ja, dat is zo. Maar dat is vrij hard, klinkt dat ook. Ja, kijk, als ik kan laten zien aan de rechtbank, maar dan komen we weer hetzelfde terug. Dat de politie dingen doet die niet mogen, waarmee ik een zaak kan winnen, dan zeg ik dat tegen die rechter en die rechter beslist dan. Maar als jij een cliënt van jou, die heeft iets verschrikkelijks gedaan. Ja. Jij komt daarachter, jij praat met je cliënt en jij merkt inderdaad dat hij schuldig is. Ja. Hoe ver ga je er dan in om dat, die informatie die je daar vergaard hebt te gebruiken om hem toch onschuldig verklaard te krijgen? Maar dat hangt me helemaal van de zaak af. Nou, is alles toegestaan? Kijk, ik vraag nooit aan iemand, heb je het gedaan? Dat vraag ik niet, het heeft geen enkele zin. Maar soms heb je informatie nodig die de politie nooit kan hebben. Omdat zij erbij waren? Bijvoorbeeld. En daarmee kun je je voordeel doen. Dat is de speelruimte die je dan hebt. Maar dus dan weet je dat hij het gedaan heeft? Als hij ja, dan die weet informatie je dat. Ja, heeft. Maar ik ga dat gebruiken om hem vrij te krijgen als ik de kans krijg natuurlijk. Dus daarmee zeg je, dus net wat ik net vraag, van, je weet dus dan door zijn verhaal dat hij schuldig is. Ga je juist die informatie gebruiken om hem daarmee onschuldig te krijgen? Die informatie die zou ik kunnen gebruiken om dat in te passen in ons bewijsrecht, hoe dat geregeld is. Heb je daar wel eens moeite mee? Want dat, ja, dat, het lijkt mij wel dat jij zal ook ergens wel een geweten hebben.
Ja, ik heel ver weg. Ja, ik weet het niet. Koedel is ook psycholoog. Ik ga eens met hem praten op dat vlak. Maar ik doe dat. Nee, maar heb je daar nooit moeite mee? Nee, nooit. Ik lig er nooit een seconde wakker van. Ik krijg een dossier. Ik kijk ernaar. Ik constateer dat er wel bewijs is of geen bewijs is. Of er muziek in zit, zoals ik het noem. En of ik mijn visie kan overbrengen op een rechter. En of iemand nou schuldig is of niet, maakt geen biet uit. Je moet emotieloos kunnen werken. Ja. Dat is zoals een hartchirurg. Die zie je heel makkelijk bezig met die tangen en die messen. En het lijkt zo simpel allemaal. Maar het is beren moeilijk. Ja. Dus je moet je emotie kunnen uitschakelen. En als je dat niet kunt omdat een zaak te dicht bij je ligt, in de zin van familie, vrienden of wat dan ook, moet je er vanaf blijven. En als je erachter komt tijdens zo'n zaak dat het te dichtbij komt, dan geef je met een ander advocaat, klaar. Maar zo'n zaak met Robert M. In de Amsterdamse zedenzaak? Nee, die zou ik niet doen. Nee, want mijn zoontje heeft niet op die crash gezeten. Hij zit op de crash vlakbij. En er zitten in de buurt natuurlijk mensen die ik ken, die kinderen hebben die daar wel zaten. En die gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Dus dat komt te dichtbij. Niet om de zaak zelf, maar om... Maar dan zou je wel emoties krijgen, bedoel je? Zou kunnen, dan heb je wel... ja. Ja, dan moet je gewoon een grens stellen. Ibiza. We gaan wat doen? Feestje bouwen. Feestje bouwen. Ja, jij bij mij, gezellig. We gaan even dansen. Ga mij gaan lachen. Hey, vizier het, hè? Kijk, een Basje met goede lijn. Ja, maar ik bedoel, ik ga ervoor in. Allemaal, mag ik? Kan we nog voor de wijf ook, Basje? Hey. Ja, alles is voor Bas. Ja, niet trouwens. Feest. Vanavond gaat de buik erin. Zo, Bas, heb je er zin in? Ik wel. Amnesia. Robertje dansen. Heb je gezien wat er naar binnen ging? Smikkelen en smullen. Ja, wat een schat te zoeken. Nou, die hoef je niet te zoeken. Liggen we het oprapen. Kom, Bas. We zijn uitgenodigd door levende DJ-legende Ferry Korsten. Hij heeft maar liefst 3 VIP-tafels voor ons gereserveerd. Laat die publieke creditcard maar wapperen. Die champagne blijft maar bubbelen en vloeien. Lekker hoor. Kijk, die Boris is genieten. Het kan natuurlijk allemaal niet van publiek geld. Maar ach, kan het schelen. We leven maar 1 keer. Het is met het avondje wel hoor. Hoor die Ferry Korsten de zalen helemaal op zijn kop zetten. Maar als ze Bassie zien, gaat helemaal het dak eraf. Wat een feest! Ontzettend leuk dat je was. Ik ook leuk. Erg fijn gehad. Dat was erg leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Goede, ook ontzettend leuk dat je er was. Dank je voor de uitnodiging. Erg van je genoten. Ja? Ja. Ik heb het zeer genoten. Ik ben weer heel erg gelukkig. Man. Ja, hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. Super leuk. En tot de volgende keer. Goeie vlucht. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Gedraag je verder nog. Vergeet niets van alles wat je geleerd hebt. Okay? Waar was het ook weer dat je dat geleerd had? Gaan we dat daar niet meer over hebben. Dag! Volgende week in House Ibiza moet Michael Bogart zo nodig met mij fietsen. Neem ik VVD-stoot Janine Hennis-Plasgaard achterop mijn quad. En zingt René Vroger zijn nieuwste nummer 1 hit live. Kijken dus volgende week in House Ibiza. Yeah.
Adriaan.